Hey, wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Super Mario Race met Kevin en Ivar. Het heeft een tijdje geduurd voordat we verder gingen, maar we zijn er weer hoor. Helemaal back on track. Geen idee waar ik was gebleven, hoeveel sterren ik heb en hoeveel ik ben uitgelopen, maar daar komen we straks achter. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Kevin, of gaan we meteen van start met de volgende 5 sterren? Ik heb hier niet op geoefend, maar het kwam er best goed uit. Is goed. Hier komt fanart. Super snel. Ik bedoel, maak je fanart en stuur het op naar... Komt in de beschrijving. Komt in de beschrijving. Ik heb hem dan toch eindelijk een postbus nemen. Ik heb die al. Oh! Ik heb hem alleen nooit gedeeld aan kijkers. Sukkel! Ik heb dat ding echt al meer dan een jaar. Dan kan ik ook dat doen. Ja, ik heb al meer dan een jaar die postbus. Kost geld, hè? Ja, weet ik. Nou. Ik betaal het ook. Neemt alles op voordat ik helemaal panisch word. Ja, Didi. Oké. Okay. Een nieuw jaar, dus ook nieuwe voornemens. Ik ga absoluut dit jaar weer proberen geen cafeïne te drinken. Enkel Monster. Ik ga gewoon beginnen. 5 sterren moeten we halen. Ik ben heel erg benieuwd hoe lang het gaat duren. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe lang het gaat duren voordat ik de knopjes allemaal weer weet. Dit gaat op zich vrij snel. Ik merk wel dat ik heel even opnieuw moet herstarten. Want dit is niet helemaal eerlijk. Ik moet natuurlijk... een timer aanzetten, jongens. En dat ben ik even vergeten. Ik moet 7 minuten inhalen om Kevin in te halen. Dat is natuurlijk een makkie. En voor de oplettende kijker, deze opname is veel later. Vandaar deze fantastische setting, mede mogelijk gemaakt door ivarsettings.nl. Ik heb weer dezelfde trui aan. Ik leef minimalistisch, dus ik heb niet veel kleren. Wat ik wel heb, is toegang tot een wasmachine. Dus het is niet vies. Het is gewoon toeval. Time is now. Zodra ik op A druk, moet ik ook de stopwatch starten. Here we go. Hij is gestart. De tijd loopt. En wij gaan ons best doen om zo snel mogelijk hier zo naar dat kasteeltje te gaan. Here we go. Daarnet ging het sneller, maar goed. Hè? Timer niet gestart. Heel jammer. Heel even kijken waar we zijn gebleven. Ik denk namelijk dat ik... waar moet ik heen? Ik denk hier. Ik denk dat ik hierheen moet. En dat ik hier wat foutjes heb gemaakt vorige keer. Dat ik de 8 rode muntjes of de sterren niet kon vinden. En dat gaan we dus nu wel even doen. Red coin, zie je? Die heb ik toen niet gevonden. Heb ik een tactiek? Nee, weet ik wat ik de afgelopen jaren... vorig jaar heb gedaan? Nee, ik weet dat ik daar alles heb. Dat wel. Ik heb in dit level heb ik alles. Ik verdoel alweer tijd om alles te gaan checken. Die heb ik ook, 100%. Het sneeuwlevel vind ik niet leuk. Dat is een ding. Sneeuwlevel vind ik niet leuk. Maar wat was dit? Is dit het onderwaterlevel? Vind ik ook niet leuk. Maar weet je, na het bommetjeslevel en na het dat kasteel in de lucht level, is geen één level eigenlijk leuk. Nee, jongens, kom op. Kom op, Kevin, you can do it. You can do it. Het is maar 1 rood muntje, Kevin. Kom aan, spring goed. Juist, oké, dat is 1. Plunder the sunken ship, oké. Dat was een totaal normale reactie. Hey, hoe kan ik nou Monster drinken en spelen tegelijk? Life is hard. Oh ja, hier kwamen we vorige keer en dat beest kwam maar niet uit zijn ding, hè? Wat was dat ook alweer? Ga weg. Auw! Ga weg. Nee, oké, alles. Auw, oké. Leuk, klaar, dood, whatever. Goed begin. Ja, maar Ivar heeft hier ook de 100 muntjes gefixt. Dus wat als wij dat nou ook even doen? Zeg ik wel. Als wij dat nou ook even doen, zeg ik. Volgens mij zat hier nog zo'n blauwe ding, of niet? Ja, kijk, dat levert ook gelijk een flink aantal muntjes op. Want dat zou betekenen dat we gelijk al 2 sterren hebben. En dat is best wel veel. dus dat gaan we dan ook maar even doen. We zitten op 35 nu, dus dat is mooi. We zitten gewoon bijna op de helft en we zijn nog steeds op de eerste verdieping van het level. Als het goed is liggen hier ook allemaal muntjes op. Ja, en hier beneden liggen allemaal muntjes. Hier. En daar zitten ook gelijk de eerste rode muntjes. Volgens mij... kunnen we hier ook nog muntjes pakken? Ja. Zo. En een extra leven? Nee. Nee, oké. Wat doet deze? Oh, ik dacht dat die ook muntjes gaf, maar die schuift alleen. Oké, we gaan hier onze eerste rode muntjes halen. Dat is 1. Zo. En dan gaan we door. Want hier. Auw! Dat was niet gepland. Hallo! Vogel. Hallo vis, gaat u maar. U heeft mij gezien en nou kunt u weggaan. Hallo, ik heb je getriggerd. Ga eruit, sletkroket. Hij doet het niet, hè? Maar dat is niet eerlijk, ik heb een bug.
Je ziet me, sukkel! Oh, muntjes, muntjes, muntjes. Nou, ben je er nu uit dan, of zo? Of er was nog iets, ik kan ook door dit raam, toch? Ik kan ook door dit raam. Ik zag ergens een keer in een... Nee, dat kan niet. Waarom kon die gozer dat dan wel? Ga eruit! Narling! Ja, potverdorie! Ja. Dit is niet goed. Ik moet inhalen tijd, niet verliezen. Oh, nee, ik kan niet eens die muntjes pakken. Wat ben ik voor loser? Fuck. Nee, 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 nee. Oh ja, ja. We gaan wel even naar boven. Adem lekker ademhalen. En dan die vis, hè. Oh, wat een nabeest. Doen we zo. En dan staan we op zijn... Oh, 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 oh. Dat doen we even opnieuw. Nou, kom op zeg, Mario. Op zijn kop staan nou. Kijk, dat is muntje nummer 3. En ik weet dat daar nummer 4 ligt. Die hebben we. Nummertje 5. Oké, okay, we hebben 61 muntjes. We gaan gewoon even verder zoeken. Zo. Gaat die goed? Over de balk. Ah! Oeh! 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 Oké. Okay. 66 munten hebben we nu. Ik weet dat als je die beesten killt, dan krijg je ook munten. Maar ik ben daar niet zo heel erg sterk in. Dus we gaan gewoon heel even safe spelen en kijken of we op die manier al de 100 munten kunnen halen. En anders, ja, dan moet ik inderdaad die beesten nog killen. Maar voor nu zitten we al op 6 muntjes, wat gewoon prima is. Oh, ah, nee! Idioot! Jij stomme drol van een vent. Kevin Domes. Hij is eruit! Oh, wat is dit fijn! Wat is dit fijn! Yeah! Ik heb een neus voor koudheid, dus ik klink een beetje nasaal. Ivan, je klinkt nasaal? Altijd nasaal. Luister naar je covers. Ja, jij hebt geen covers. Oh my god. Gedist. Gedist. Oké, okay, wat was de volgorde? I don't know. Volgens mij die eerst. Hallo? Die eerst, toch? Ja, hallo! God, nee, niet dus! Potverdorie, jongens. Oké, okay, wat was het dan? Was het die eerst? Ik weet het niet! Ik weet het niet! Ik weet de volgorde niet! Ik ben dom! Potverdorie! Ja, als die vis er nou niet uit is, hè? Oh, dat zal wel niet, die moet je elke keer opnieuw triggeren. Ja, zeg dat wel. Ik weet heel even niet hoe ik die moet killen. Moet dat zo? Nee, absoluut niet. Oh, absoluut niet. Absoluut niet. Ja, nou! Je ziet me! Sterker nog, je doet me pijn! Dus je ziet me! Dus je wordt getriggerd om er... Ah, dood. Jammer. Jammer. Heel jammer. Maar weet je, we moeten hem een keer halen. We moeten hem een keer halen. Dit gaat allemaal niet heel soepel, dames en heren. Het spijt me. Het gaat niet heel soepel. Maar we komen er wel. Uiteindelijk. Zitten hier nog muntjes waar ik van af moet weten? Ik denk het niet. Ik denk dat ik gewoon dit ding moet omtrappen. Oh, dat doe je niet zo, Kevin. Dat doe je namelijk zo. En dan moet je het nog een keer doen. Ja. Dan gaan we er rustig overheen lopen. Ja. Doodgaan zou zonde zijn nu. Dan zitten we op 90. Oké. Kijk. Nummer 100. Nice. Oké. Die pakken we natuurlijk gelijk even. Without saving doorgaan. Ik ga deze vis verslaan. Ik ga in één keer de juiste kistjes kiezen. En daarmee ga ik winnen. De vis is eruit. Ik zei toch, als je zegt dat het goed gaat, dan gaat het goed. God, no. I don't know de volgorde. Ik gok. Achterste, rechts, links, midden. But I don't know. Because I'm not intelligent enough. 1. Ja! Bingo. Dan die... Oh, dan die. Laat het zo zijn. Nee, dat is hem niet. Nee, dat is hem niet. Dat is een foutje. Controle, controle. What the fuck, man? Oh, nee. Je gaat toch niet zeggen dat ik in één keer de goede... Nee, dat is naar. Jij bent naar.
er weer een bel uit die je krijgt met lucht. Oh, thank you. Oké, dan is het misschien toch wat te doen. Oké, niet die. Dan proberen we links. I don't know. Moet het ook allemaal binnen een bepaalde tijd. Ik ben goed. Oké, en dan die. Oh, als jij dat niet bent, heb ik zo boos? Ja, fijn zo. En dan moeten we super snel naar boven, want anders krijgen we van die Kevin-praktijken dat hij alles misdoet. Oké, naar boven, zwem, 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 zwem. Nee, 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 kom op nou. God, nee, ik bedoelde dat niet. Oh, kijk Kevin, ik kan dit wel. En goed ook. Ik had misschien een beetje problemen met die kistjes. Maar iedereen weet dat jij altijd alles opzoekt. Of niet soms. En wat we gaan doen is, als het goed is, moeten we nou aan de staart. Can the eel come out to play? Yes, it can. En dan moet ik aan zijn staart zitten. Maar ik moet op het juiste moment aan zijn staart zitten. En niet aan andere delen van hem. Zo wordt hij heel opgewonden van. En ik verlies levenspunten daarvan. Dus in beide gevallen is dat niet fortuinlijk. Oké, de boot is nu... Hè? Maar de boot is nu hier. Waar is de eel dan? Zwemt hij daar gewoon rondjes of zo? Oh, nu zit hij daar. Waarom is hij altijd verstopt? Wat heeft hij voor issues dat hij niet naar buiten durft te komen? Heeft hij pleinvrees? Oké. Nee! Dit had ik niet verwacht! Je moet eruit komen! Oh, dat doe je ook. Maar je doet eerst heel naar. Gaat me dit lukken? Oh, nee. Nee, nee, nee. Ik ga je pakken. Ik ga je pakken. Ik ga je bij je... Niet mee slaan. Pak je bij je staart. Pak je bij je staart. Ik pak je bij je staart. Ik pak je bij je staart. Kom hier. Ik raakte hem aan. Ik raakte hem aan. Oh, fuck. Muntjes. Muntjes. I'm having a heart attack. En dan gaan we naar hier. En dan hebben we jou hoor. Die ster ligt beneden. En dan hebben we de eerste twee sterren. Jongens, laat mij eventjes gewoon even genieten van dit moment. Waar moet ik er afspringen zonder te sterven? Ik gok hier. Oh. Ja, oké. Okay. Is goed. Zolang we maar niet doodgaan, Kevin. Dan vind ik het allemaal prima. Hier ligt de ster. Dames en heren, ster nummer 2. En dat binnen 5 minuutjes. Dat is toch wel even respectwaardig. Ik ga zijn staart pakken en ik krijg de ster. En dit gaat allemaal van een, zogezegd, leien dakje. Eerst doet hij dit. En dan ga ik hier lekker op de uitkijk. En dan zwem ik er langs. En dan pak ik hem bij zijn togus. Wat is een togus? I don't even know. Zie je? Dit gaat heel goed. Kom nou hier. Nou wil ik sneller bij jou zijn. Ja! Zie je? Ik zeg het je! Dit is... En ik... De 10e ga ik ook de loterij winnen. De staatsloterij zal ik... Dit wordt eng. De staatsloterij zal ik winnen. Bam! Tweede ster voor mij hier. Sneller waken. Wil sneller. Want anders krijg ik een anvaldunda. Zo. Geen sterren voor niemand. Treasure on the ocean cave. Ja, maar die kan ik nog niet. Dan moet ik eerst die voor hebben. Ik wil uit het level. Exit course. Heel even kijken, want er is hier dus nog een ster. En dat heb ik gezien. Ja, dat is het voordeel van deze serie editen. Dat heb ik gezien bij Ivar. Dus die gaan we natuurlijk ook gelijk even halen. Dan zitten we al op 3. En dan hebben we gewoon... Tijd. We hebben dan gewoon tijd. Sowieso hebben we tijd omdat Ivar natuurlijk vorige keer fantastisch gespeeld heeft. Dus wij gaan even deze derde ster halen. En dan hebben wij gewoon no stress. Dan gaan wij namelijk hierin. En wat ik heb gezien is dat je jezelf daar tegen moet schieten. Tegen dit hoekje. Geen idee waarom, maar dat gaan we gewoon doen. Oh, nou, dat ging niet helemaal super. Frosty slide for 8 red coins. Wij gaan, vol met zelfvertrouwen, gaan wij 8 rode muntjes zoeken in het sneeuwlevel. En dat kunnen wij. En dit gaat van een leidakje, dit gaat goedkomen. En zonder enige problemen. Misschien hier en daar een hiccup, maar we vallen er niet af. We gaan ook niet dood. Nee mensen,
Wij vinden de 8 rode muntjes alsof het een stukje cake is. Maar we vallen er niet naast. Ik zei het. We vallen er niet naast. Zeg nog, we zagen 2 rode munten. Dit is allemaal onderdeel van het plan. Zo. 2 rode muntjes. Wij zijn van metaal of van iets anders gemaakt. Zo, ik heb er al 4 over leien dakjes gesproken. Jippie, 5. Jippie, 5. Yes. Oh yeah. Daar komt waarschijnlijk het rode muntje. Het van achter. Daar op dat blauwe ding, daar in het verte. Daar komt waarschijnlijk de ster. 7, ik moet er nog 1. Maar waar zal die zijn? Wij weten niet. Wij weten niet waar die is. Ik bedoel, wij weten wel waar die is. Maar we hebben gewoon nog niet gevonden. We zitten nog binnen de 10 minuten voor 3 sterren. Dat is lang geleden dat dat gebeurd is in deze serie. Schiet er niet overheen, Kevin, alsjeblieft. Zo dan? Ja, oké. Okay. Maar waar, Ivor? Vertel het ons. Nou, we gaan sliden. Nee! Ik dacht heel even dat ik wat verder... Nee! Nee, ik deed dit niet! Ik deed dit niet! Potjandori! Dan gaan we hier over... Ah! 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 Oh. Oké, okay, en dan glijden we hier langs. Bam, bitches! Bam! Binnen zoveel paar minuutjes. Ja, sorry Kevin, ik ga het opzoeken. Wat heb ik nou weer ingeklikt? Huh? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Hoe moet iemand dat weten? Dat is gevaarlijk. Ja, daar is het te doen. Oh, Brinta. Dus zo, en dan spring. Want anders val je te snel en dan glij je, dan glij je, dan glij je. Oeh, blijf daar. Hè? Venusheuvel. Ja, dan verschijn je op de plek waar ik denk dat je verschijnt. Maar hoe kom ik daar nou weer? Dan zullen we niet vallen, Ivar de Groot. Dat is je walt, hè? Och. Dan hebben we ruzie. Dit kan. Nou, dit kan. Het kon. Gaan we deze sprong wagen? Dat doen we gewoon. 1, 2, 3. Blauw! Die vuile, vieze, viezerik! Ik ga winnen. Wij zullen overwinnen. Altijd over... Ja, ja, Brinta! Geen idee waarom ik dat zei. Yes, oké, okay, derde ster. 28 minuten. Who gives a fuck? We spelen onze eigen race. Het leven is iets wat je alleen doet. Daar is de sneeuwman. Hallo? Ja, ja. Woe! Ik moet sneller zijn. Nee! Nee, nee, kleine patjakken! Mag dit? Doe het gewoon. Ik weet niet of dit mag. Nou, schiet op. Ga eruit voordat je te laat bent. Ik ga er even vanuit dat dit gewoon mag. Dan hebben we een snelle ster. Ik verdien dat. Ik, na alles wat ik heb verloren... Ja. Ah! Nou! Hè? Oh... Ik dacht dat ik... Oh! Oké, okay, we hebben 23 sterren. Ondertussen valt er van alles in de badkamer. Ik weet niet wat Ivar aan het doen is. Hij is aan het feest vieren in de badkamer. Ook hier heb ik problemen gehad met een ster. Dat zou betekenen dat we al op 4 sterren zitten. Want wat heb ik hier vorige keer gedaan? Er was hier een sneeuwbal die rolde. En ja, hè? Die wilde maar niet onder zijn vriendje gaan. Nou, is dat natuurlijk super vervelend. Maar ik heb dus gekeken hoe het moet. En wat ik fout heb gedaan... Ik ben de hele tijd gaan staan... Waar ik dacht dat ik hem op moest schoppen. Maar waar je moet gaan staan... Is precies waar de sneeuwbal... Oh, shit. Ja, nee, Mario, dit is super. Waar je moet staan is precies waar de sneeuwbal terecht moet komen. Dus wij gaan hier staan. Precies achter dit ding. En als het goed is, komt dan de sneeuwbal... Precies hier terecht. In plaats van dat wij als een... Ik moest eerder zijn. Maar dat was ik niet. Waar moet ik hem dan inhalen? Is daar rekening mee gehouden in het plan? Oké, glijden, glijden, glijden. Hij moet me nog volgen. Dat is denk ik het probleem geweest. Nee! Oh, ik ben boos! We glijden voor hem uit. Ja, kom maar achter ons aan, sneeuwbal. Kom maar. Ik laat je zien waar je heen moet. Ik laat je zien waar je heen moet, sneeuwbal. Ja, sneeuwbal. Komt u maar. Het is namelijk deze kant op. Kom maar. Naar het sneeuwhoofd. Ik ben voor hem uitgegleden nu. Kijk!
En dan lukt het, hè. Feest. Kan ik met hem praten? Ja, ik kan met hem praten. Dan geeft hij ons een ster. Jazeker. Jazeker. We hebben ook nog levels waar we dus geen... hallo. Dankjewel. Binnen 10 minuten, 4 sterren. We moeten nog 1 sterretje en dit kan echt de snelste worden van wat ik tot nu toe heb gedaan. Nou, let's try again. Potverdorie, waarom? Ja, je moet hem voor zijn. Heel goed. Nou glij je, Mario. Nou ben je de baas. Nou ben je de koning van alles wat glijdt. Laat me nu toch niet alleen. Ik ga gewoon over je heen. Oh, dat kan niet, want ik ben een fucking erge irritante bokkensneeuwpop. I need a good head on my shoulders. Do you know of anybody in need of a good body? Please, I'll follow you if you do. Well then follow me, you motherfucker. Ik wil op mijn buikje glijden. Na kerst heb ik daar toch meer van, dus dat kan. Er niet afvallen, hè? Suikerwafeltje. Ga je er nu wel op? Ik sta nu achter hem, naast hem, goed en wel. Ja! Het is een feest om te leven. Een plezier om te bestaan. Ga je mij je ster nog geven? Huh. Niet goed van bloeddruk. Hé, ster 4. En dat in maar... Even unlocken. En dat maar in maar 34 minuten. Wat wil je nog meer op het leven? In het leven. Want ik weet niet wat voor sprong dat was. Mario? Oké, we lopen wel netjes om. We hebben toch de tijd. Dat is hier. En volgens mij is hier dat level nog met dat vlieghoedje. En dat heb ik ook nog niet gedaan. Je moet volgens mij een aantal rondjes doorvliegen. Ja, wings in the sky, zie je. Je moet namelijk een aantal rondjes doorvliegen met centjes. En dan krijg je dus een sterretje. Dat kunnen we vrij snel klaren, denk ik. Dan moeten wij die kant op. Ga maar. Ja hoor. Dank u. En dan gaan wij in deze toeter... De vorige keer lukte het niet in één keer om erop te springen. Maar dat gaan we nu dus wel in één keer doen. Dan weten jullie dat alvast. Net boven het boompje. Zo. Ah, nee, absoluut niet. Wat heeft het sneeuwlevel nog meer van ons in petto? Wall kicks will work. Oh. Oh ja. Oh ja. I remember that one. Pretty clearly. Oh my god. Weet je wat nou lullig is? Ik heb gemonteerd alles. Dus die heeft gewoon een voor... Oké, prima. Weet je wat? Dan doe je dat toch lekker? Nee, ik moest daar zijn. Nee, ik moet daar zijn! Maar hoe kom je daar? Oh. Ik wil het daar even niet over hebben. En dat vliegen, dat is ook nog een ding, hè? Daar ben ik dus ook niet goed in. Ik schoot net recht boven de boom, maar nog iets hoger moeten we dus. Ah! Dat is hem ook niet. Maar serieus, hoe moet je dit weten in de tijd dat dit uitkwam? Zonder fatsoenlijk internet en zonder dat überhaupt waarschijnlijk iemand er een artikel over had geschreven. Hoe kan dat nou? Wat is dat? Hoe kan dat nou? Dus ik spring op jou en dan laat ik mezelf vallen. Daaronder. Daar moet ik zijn. Hoe lang kan ik dit? Ik ga nou niet... Oh! Ik ben goed! Hou vol, Mario. Hou vol! Nee! Oh! Boos! Oh! Waar is die? Het eilandje hier, kijk bij die boom. Schieten we ons gewoon zo niet te langs, Kevin. Zo. Nee! Wat is dit nou? God damn it, jongens. We zweven. En we gaan er naartoe zweven. Zie je, dit kan Kevin dan weer zien tijdens het editen. Niet eerlijk. Maar goed, dit kan hij toch niet. Want zo goed is Kevin niet. Leven. Heel fijn. Oké. Hoe moest dit ook alweer? Oh ja, zo.
Dit kan heel erg lang duren of heel snel gebeurd zijn. Zie je? Dit gaat lang duren. Nou, ik klik hoor. Oh, maar niet de juiste knop. Dat is wel grappig natuurlijk. Dat is wel leuk. Juist, Kevin, juist. Oké, en dan hebben we hier het hoedje. Oké, en dan moeten we... Volgens mij... Oké. Het was niet heel goed, Kevin, wat je daar deed. Moet ik... Zo? Oh, nou, well, that worked. Oh ja, dit. En dan val je steeds weer naar beneden. Dat is zo naar. Oh. Maar ik kan dit. Ik kan dit. What a fucking moron ben jij, Kevin Dobbs. Juist. En dan schiet ik me gewoon af met dit kanon. En dan heb ik de eerste muntjes al. En dan ga ik vliegen. Goed. Het eerste muntje namelijk. Dat is die. Die moet je toch kunnen raken, Kevin Dobbs. 2, 3... Oké. Okay. Oh, en hierboven zit er ook nog één. Ah, shit. Ik klik hoor, ik klik gewoon. Nintendo, wie eigenlijk? Wie you? Wie me? Wie everybody? Barbecue, barbecue, me, barbecue. Ik klik! Ik weet. Ik klik, slet kroketjes. Ik word heel verdrietig. Ik klik. Oké, okay, here we go again. Oké, ik moet nog hoger schieten. Dat bleek. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Oh, jij fucking moron. Staat het op het bordje hoeveel ik moet hebben of niet? Kan ik... Ah! Ja, dat is een feestelijkheid. En nou moet ik spring. Nee, ik deed het goed. En die zit daar hoog in de lucht. Heel hoog. Oh, nee, je zag het wel. Nou. Zo ongeveer. Nee! Wat de... Nou! Dit is... Dit kan niet hoor. Dit kan niet. Dit is gewoon pesten. Dit vind ik pestgedrag. We zullen het nooit weten. Ik klik! Het is zo frustrerend om knop in te klikken, een actie te verwachten en dat die niet gebeurt. Dat is zo vervelend. Ja, hij doet het wel hoor. Hij doet het wel. Oké, dan doe je het wel. Oké, poging 600. Eén er weer! Nee, en dan moet ik klikken, maar dat kan toch niet? Dat is nooit op tijd! Here we go. Oh, dat muntje heb ik dus nu al. Oh, dus er moet een andere zijn. Oh, die! Daar is die! No! Ja! 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 Oké, en binnen 20 minuten. Binnen 20 minuten. Oké, here we go. We gaan landen. Nee, nee, oh, oh, oh. Bam. 19 minuten, 28 seconden. Jongens, we hebben het in minder dan 20 minuten gehaald. Dit waren de 5 sterren van mij. En we zullen zien hoe snel Ivar het voor elkaar heeft gekregen. Mensen, tot zo. Sorry, ik denk dat ik de audio nog moet restaureren voordat Kevin er iets mee doet. Oké, en dit moet heel voorzichtig gebeuren. Hier. Speklat. Oh, niet zo overspannen doen. Oh, serieus, trillende handjes. Kan ook van de cafeïne zijn. Oh, ja, 5 sterren! 5 sterren! In maar 43 minuten. Kevin!
Zo verwacht dat je aan die kant van het scherm binnenkomt. Wat is er misgegaan? Er is niks misgegaan. Er is gewoon weinig goed gegaan. Okay. Ja? Er is heel veel goed gegaan. Want ik heb wel 5 sterren. Maar het heeft langer geduurd dan ik had gehoopt. Waar ben je vastgelopen? Bij de 8 muntjes. Die heb ik op moeten zoeken. Sorry. Uiteindelijk wel zelf gepakt. In dit level? In het sneeuwlevel, ja. Heb jij ook gedaan. Dat weet ik. Wel buiten de aflevering, maar goed. Dat is net zo vuil, want dan kost het je geen tijd. Nu heeft het mij nog tijd gekost ook. En, ik weet niet of jij die hebt. Volgens mij niet, dat heb ik nog niet gezien. Dat is het laatste ding in de... Wat ik niet ga vertellen. Maar je gaat het zien en dat is zo oneerlijk aan dit spel. Jij ziet hoe goed ik ben. En daar kijk jij van af. Ja. Dus, maar ik heb iets anders leuks bedacht. Degene die dit helemaal wint, die moet uit eten een keer betalen. Ik dacht, we wonen toch al samen, dus wat maakt het nou nog uit? Je wil gewoon een date met mij. Dit is wel een beetje een manier, ja. wat win ik er dan bij? Of jij neemt mij mee op date? Of nee, jij betaalt eten of ik betaal het eten. Ja, maar in either way ga je met mij op date. Nee, zo moet je dat niet zien. Je moet blij wezen dat iemand met je om wil gaan, nu nog. Mensen, jullie hebben gezien hoe ver Ivar uit is gelopen. Ver. Heel naar. Je moet heel veel tijd inhouden. Ja. Dus zoek alvast een restaurant uit. Niet te duur, hè? McDonald's. Ja, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd geven we het laatste woord aan de verliezer van de aflevering. Bye bye.